5, 4, 3, 2, 1, 0. En daar komt Sarah. De opening van de nieuwe interwijkverbinding, zoals die in Goed Tilburgs wordt genoemd, is voor veel bewoners van de stad een historisch moment. Ik vond het wel bijzonder om dit moment mee te maken, want ik ben hier geboren. En het is wel heel bijzonder om dit om het startschot voor de nieuwe Noordingang te horen en daarbij te zijn. Ik vind het wel heerlijk apart. Ik denk meegemaakt, maar op onze oude dag dat we dit nog meemaken. Dat vind ik wel heel apart. Tilburg wordt al sinds jaar en dag opgesplitst door het spoor. Die tijd is nu voorbij. Grootste voordeel, je hoeft niet meer om te lopen. Wij wonen daar zo, maar mijn zus komt hier van het station af. Dus dan is het wel handig dat ze gewoon hier gewoon daarheen kan lopen. Mijn man die zit bij Zwijze daar in het verzorgingstehuis en het van mij vlakbij. Dat scheelt een heel stuk. Je kunt vandaan naar hier, zonder problemen, zonder die kant of die kant om. Dus wij hebben gewoon geluk nu. Hè? En ook de bewoners van de wijk Theresia hebben geluk. Eerst keken ze uit op de niet al te mooie achterkant van het station. Maar als alles straks af is, zijn ze onderdeel van het centrum geworden. Als we nu hier straks over 5 jaar staan, wat zien we dan? Ja, dan is het een hele bruisende plek. Echt het gevoel dat je ook in een binnenstedelijke omgeving bent. Waar veel mensen op terrasjes zitten, waar het krioelt van de mensen. Waar het leven is, waar geleefd wordt. Maar zover is het nog niet, dus tot die tijd is dit het beeld.